nieuwigheid om de uitzending zelf te mogen openen. En voor velen onder u is het ook de echte start van een nieuwe opdracht na de verkiezingen van mei. In vergelijking met de vorige legislatuur, ik denk dat dat al gezegd is, maar toch nog eens herhalen, zijn hier liefst 61 van de 124 parlementsleden nieuw, bijna de helft dus. En voor 41 van jullie is het zelfs de eerste keer dat die in het parlement de zitting hebben. En nooit eerder zaten er zoveel dames in het Vlaams parlement.